Goedemiddag, dames en heren. We zijn inmiddels aangekomen op de tweede locatie van vandaag bij Splithof, trainingstal Splithof paarden. We hebben de primeur hier in een nieuw aangelegde buitenbak. Zonnetje schijnt lekker. We hebben vandaag 14 paarden te keuren. Er zijn 2 afmeldingen. En dat zijn de catalogus nummer 7 en 10. We wensen u weer veel kijkplezier tijdens deze locatiekeuring. Dear people from abroad, we have arrived at the second location for today for inspection. The numbers 7 and number 10 are absent. We hope you enjoy this live stream.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een vierjarige veulenboekmerrie. Merrie met een voldoende edel hoofd. Merrie met een zware hoofd-halsverbinding zou meer neklengte mogen hebben. Ook de hals zou wat minder onderhals mogen hebben. Merrie die in bouw iets driedelig aandoet, iets sterker in de bovenlijn zou kunnen zijn. Merrie heeft hard beenwerk, goede achterbeenstand, iets onderstandig voor. In de stap, ja, ze stapt op zich goed door het lijf, maar de passen achter mogen meer gelijk zijn. Merrie draaft met een goed achterbeengebruik, voldoende buiging in het spronggewricht, mag erbij nog iets meer oprichting tonen. Deze Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result in English. Number one is a four-year-old volboekmare. She has a noble head. Her head-to-neck connection is heavy. She could have a longer pole. She's a bit, the conformation is a bit a classical type. She could be stronger in the back. She has clean legs, leg work. The walk is a bit irregular in the hind legs. In trot, she shows good bending in the hocks. She is accepted in the stud book with a third premium. And the height at Widders was 162. De stokmaat van nummer 1 was 1,62.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Mary met een mooie voorhand. Mary die lang gelijnd is. Voldoende sterke bovenlijn heeft. Mary die droog beenwerk heeft. Royale hoeven. En correct gesteld beenwerk. De stap heeft veer en is voldoende ruim en takmatig. In draf toont de Mary voldoende houding. Ze kan schakelen. Ze loopt goed op eigen benen. Achterbeen zou nog iets sneller aan mogen treden. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 2. A mare with more than sufficient breed expression. She has a nice forehand. A good conformation with a good top line and good direction of the body. Clean legwork. Good leg stances. The walk is regular and has suppleness. In trots she shows... a good hind leg, use of her hind leg could be placed faster under the body. This mare is accepted in the stud book and declared star with a second premium. The height at Widders was 161. De stokmaat van catalogus nummer 2 was 1,61 meter.
vandaag, hè? Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie met een voldoende edel hoofd. Merrie met veel behang. Merrie die in zijn algemeen wat massaal is. Wat meer voorbeenlengte zou mogen hebben. Wel een goede schouderligging en goede kruisligging. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. De hoeven zijn erg smal en met name linksvoor is de stand afwijkend. De merrie stapt goed. In draf... heeft ze een goede buiging in het achterbeen. Mag daarbij meer oprichting tonen. Helaas is het beenwerk te afwijkend om deze merrie vandaag op te nemen in het stamboek. Dus de merrie blijft veulenboek. Result of number 3. Mare could have more youth expression. She has a noble head. She has long manes. She is a bit of a classical type. She has a good position of the shoulder. A good position of the... group, but she could have a longer foreleg and an uphill direction of the body. The quality of the legs could be better. She has very tiny hooves, and also the stance of the left foreleg is not correct. The walk is good. In trot, she shows a good use of her hind leg, but she her posture could be more uphill. Because of the stance of the left foreleg, she is not accepted in the studbook today, unfortunately. De stokmaat was 1,61 meter, height at widdows 161.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Merrie die over de bovenlijn wat meer bespierd zou mogen zijn, ook wat meer oprichting wat opwaartse gebouwd zou mogen zijn. Kruisligging is vrij hellend. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand linksvoor zou iets correcter mogen. Merrie stapt goed, actief. Draf is een beetje een hoog ritme en het achterbeen zou resoluter en meer onder de massa gezet mogen worden. Deze Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 4. A mare with more than sufficient breed expression. The head-to-neck connection is heavy. She could have more muscles in her top line. The croup is a bit sloping. She could have a more uphill direction of the body. The walk is... Oh no, the leg work. The left foreleg is a bit towing in. The walk is good and active. In trot she has a high rhythm and she could place her hind leg more underneath the body. She is accepted in the stud book with a third premium. And her height at Widders was 162. Stokmaat was 1,62.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Mary met ruim voldoende rasuitstraling, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Mary die goed in het rechthoeksmodel staat, evenredig gebouwd is. Voor wat onderstandig is, achterbeenstand is correct. Ook voldoende droog. Mary stapt goed, goed door het lijf, zet het voorbeen ver weg. In draf toont ze veel ruimte. Had in het begin wat moeite met de balans, maar daarna werd het beter. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 5. A mare with more than sufficient breed expression. The head-to-neck connection is a bit heavy. It's a well-proportioned horse. She could have more youth expression. The legwork has a good quality. It's a bit standing under. She has a very good walk with good use of her body. In trot, she shows good length of strides. She had some difficulties with her balance in the beginning, but that was getting better in the second round. This mare is accepted in the stud book and declared star with a second premium, and the height at Widders was 160. De stokmaat was 1,60 meter.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die we in de bouw graag toch wat opwaartse gebouwd willen zien. Ook in de aansluiting mag deze merrie sterker zijn. Voorbeen is wat onderstandig, achterbeen is rechtgesteld. Kwaliteit beenwerk zou meer mogen overtuigen. De merrie stapt takmatig, zou iets meer lengte mogen tonen in de stap. Draf heeft ze voldoende achterbeengebruik. Blijft daarbij wat op de voorhand draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 6. A mare with sufficient breed expression. In the confirmation, she could have a stronger connection between the back, the loins and the croup. She has also a downhill build. The quality of the legs could be better. She has a straight hind leg and she is a bit standing under. The walk was regular but could have longer length of strides. In trot she showed a high rhythm and the use of the hind leg was sufficient. This mare is accepted in the stud book, no premium. The height at Widders was 158. Stokmaat was 1,58 meter.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Mary die gemiddeld is qua rasuitstraling. De halsrichting zou wat verticaler mogen. Mary heeft wel veel behang. Mary zou in zijn algemeenheid meer jeugd uit mogen stralen. Mary heeft een goede kruisligging en ook een lang kruis. Zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Mary is wat week gekoot, dat hol in het voorbeen en krom in het achterbeen. Wel voldoende droog. De Mary stapt ruim en voldoende takmatig. In draf ook een goed gebruik van het achterbeen. Wordt soms een beetje lang in draf. Daar kan ze nog wat kracht winnen. De Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 8. A mare with sufficient breed expression. The stance of the neck could be more vertical. Her direction of her body could be more uphill. She has a good position of the croup. The hind leg is sickle-hocked. The foreleg is a bit bow-kneed. Ja, toch? Bow-kneed? Ja, bow-kneed. The walk was had a good length of strides and was active. In trot, she had a good use of her hind leg, but she could use her back better. And she could show more carrying capacity. This mare is accepted in the studbook with a third premium. And her height at Widders was 164. De stokmaat van nummer 8 was 164. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Merrie met een voldoende edel hoofd, voldoende rasuitstraling. Merrie die in de bouw wat sterker in de verbindingen mag zijn. Merrie die ook wat neerwaarts gebouwd is. Wat beenwerk betreft is er hol in het voorbeen. Achterbeenstand is een beetje sabelbenig. Merrie die heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is goed, voldoende door het lijf. In draf missen op dit moment nog kracht. En draaf ze, ja, ze heeft ook wat moeite om in het ritme te komen. Deze Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 9. The breed expression is sufficient. She has a noble head. In the confirmation she could have more uphill direction of her body. She's also a bit long in the back. The stance of the legs, she is back in the knees. And that was also with number 8, back in the knees. And also a sickle-hocked hind leg. The walk was good, regular and good length of strides. In trot she could show more power. She is accepted in the stud book, no premium. Her height at Widdes was 157. Her stokmaat was 1,57 meter.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Langgelijnde Mary. Mary met een voldoende edel hoofd. De hals is lang, maar iets aan de zware kant. Mary heeft een goede romprichting. We hebben een bemerking op de bouw van het linker spronggewricht en de kwaliteit van het linker spronggewricht. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf miste Mary het lichaamsgebruik en ook krachtig ondertreden van het achterbeen. Vanwege kwaliteit beenwerk kunnen we deze Mary vandaag helaas niet opnemen. Result of number 11. It's a mare with sufficient breed expression, a long neck, a bit heavy. She is long-lined. She has a good direction of her body. The quality of the hock of the left hind leg could be better. It's not acceptable for registering in the stud book. The walk was regular and the trot could show more power and more suppleness. This mare is not accepted in the stud book because of the quality of the leg work. De stokmaat van deze Mary was 1,65 meter. The height at widders was 165. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een hele mooi gelijnde, sierlijke belijnde merrie. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, mooi evenredig gebouwd. Zou iets opwaarts mogen in de romprichting. Merrie met goede kwaliteit beenwerk, royale hoeven. Iets krom in het achterbeen en de voorbeenstand is iets toontredend. De merrie stapt goed, sluit goed aan. In draf toont ze een goed gebruik van het achterbeen. Zou erbij nog iets meer souplesse mogen tonen en iets meer oprichting. Al met al goed voor stamboekopname en sterverklaring met een tweede premie. Result of number 12. It's a very luxurious mare with good lines. Nice head. She could have a bit more uphill direction of the body. She's a bit towing in. And also a bit sickle-hocked. The quality of the legwork is good. She has a good walk. And in trot, she has a good use of her hind leg. She could rise a bit more in the forehand. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. The height at Widders was 160. De stokmaat van deze merrie was 1,60 meter.
Dan hierbij de uitslag van de eerste stamboekmerrie voor graadverhoging. Zesjarige merrie, een grootramige merrie. Merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Wel een lange hals heeft, maar voor de rasuitstraling zou die verticale van stand mogen zijn. Merrie zou meer schoft mogen hebben, de rug zou wat sterker mogen zijn. Wel een goede schouderligging. Beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen, ook voorbeenstand iets toontredend. In de stap voldoende ruimte, maar mag meer gelijkheid in passen tonen. In draf is het sterkste punt van dit paard, met ruimte en een mooi gebruik van het voorbeen. De merrie blijft vandaag stamboek, die wordt niet geprimeerd vandaag. Result of number 13, a 6-year-old studbook mare. A mare that could have more breed expression. The head could be more noble, the neck could be more vertical. She has long lines, a bit heavy. Her back could be stronger. The quality of the legs could be better. In the walk, she shows some irregular moves in the hind legs. The trot is has a good length of strides and a good use of the foreleg. This mare doesn't get a premium today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Merrie met een edel hoofd. Merrie met veel behang. Merrie die royaal ontwikkeld is. Die een erg hellend kruis heeft. Hoogbenig is. Merrie met voldoende kwaliteit beenwerk. Stapt ruim en goed door het lijf. In draf daar zou ze wel wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. Maar de draf is voldoende. Deze Merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Result of number 14. Mare with a very noble head, long manes, good breed expression, a well-developed mare. The position of the croup is very sloping. The quality of the legs is sufficient. The walk is good. A lot of suppleness in the walk. It's regular. In trot, the trot is sufficient. This mare is declared star today with a second premium. Stokmaat van deze Merrie was 1,67 meter. Height at widths of number 14 is 167.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een zeer grootramige merrie. Merrie met een hele royale voorhand. Een goede schoft schouderpartij. Merrie die erg strak is in de bovenlijn, ook op de lendenen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven die zouden zeker voor zo'n groot paard royaler mogen. In de beweging zou de merrie wat meer lossigheid mogen laten zien en meer ruimte. Deze merrie wordt vandaag niet geprimeerd. Result of number 15. It's a very long-lined, well-developed mare with a good breed expression. She has a tight top line. The quality of the legs is sufficient. The hooves could be more, could be taller. In the walk, she could show more length of strides. And in the trot, she could place her foreleg more forward and she could have more suppleness. She doesn't get a premium today, so she stays studbook mare.
Ja, dan de laatste merrie van vandaag. Een 5-jarige stamboekmerrie. Merrie die wat verticaal in de halsrichting mag zijn. De hals mag ook wat lichter. De hoofd-halsverbinding kan wat lichter zijn. Merrie die wat naar voren is gebouwd. Strak lendenen heeft. En het kruis zou wat minder hellend, afhellend mogen zijn. Merrie heeft royale hoeven. Achterbeenstand is vrij recht. In de stap, ja, dat zou wat overtuigender mogen met meer lengte. Ook wat meer buiging in de sprong mogen tonen. In draf, op zich, de beentechniek is voldoende, maar ze zou meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie blijft vandaag stamboek. Result of number 16. A mare with sufficient breed expression. The head-to-neck connection is a bit heavy. And the direction of the neck could be more vertical. She has a very tight top line, especially the loins. The position of the croup is sloping. Her hind leg is very straight. The walk could have more length of strides. And also more bending of the hocks. In the trot, she could show more suppleness. This mare doesn't get a premium today. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de tweede locatiekeuring vandaag. Nu bij Splitoff paarden, trainingstal Splitoff paarden. Onder prachtige weersomstandigheden. Nou, goede accommodatie hier. Ik denk dat ze blij kunnen zijn met deze mooie buitenpiste. Bedankt voor het kijken. Bedankt ook collega's Jan en Jolanda en iedereen die eraan bij heeft gedragen om dit tot stand te laten komen. De volgende keuring, collega's, weten jullie dat? Nou, hou de stamboeksite in de gaten voor de volgende livestream. We hopen u dan graag weer te zien. Voor nu een heel fijn weekend gewenst. Lekker barbecuen of met de boot weg. Heel fijn weekend. Dank u wel voor het kijken. Dear people from abroad, this was the end of the second inspection at location at Splitoff Training Stables. We hope you enjoyed this live stream. We don't know when the next live stream will be, but just keep your eye on the KFPS website and there it will be announced. We wish you a good weekend, enjoy the sun, and we hope to see you again. Thank you very much.